Even wat ik in mijn oren wil hebben. Dus nu zit ik heel dicht bij de camera. Zo. Wat zullen we daarin gaan gooien? Die spinnetjes. De spothouder wordt weer druk gezogen hier aan deze kant. Maar deze twee die liggen zo lief. Hey, ja nou. Waar liggen jullie zo lief? Ja. En dan gaat de spothouder onder de bank door. Ja, echt waar. En dan gaat een been ervoor langs. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds dinsdag. Ik moet mijn oorbellen nog in. Het is vandaag dus reeds dinsdag. De 31ste van de 1e 2023. En we leven om 1 minuut over 12. Het is vandaag dus dinsdag, zei ik, en om 1 uur komt Erwin en ook komt Kaden weer, want ja, het is dinsdag, dus ja. Dus ik verwacht haar ook weer. Maar wat de dag verder ons gaat brengen, weet ik niet. Ik weet ook dat ik al vijf keer, moet ik zeggen, naar de wc ben geweest. Ja. En ik heb weer een orret in moeten nemen. Ik heb er nou 1 in genomen. Ja. Nou, niet prettig dus. Nee. Maar ja, voor de rest voelt me goed. Ja, op en top. Geen hoofdpijn, gelukkig. Nee, daar ben ik heel erg blij om. Even zien wat ik in mijn oren wil hebben. Dus nu zit ik heel dicht bij de camera. Zo. Wat zullen we daarin gaan gooien? Mijn spinnetjes ga ik erin gooien. En dan moet die andere oorbel er weer uit willen. En dat is mijn pentagram. Die zit zo. Ik ga mijn spinnetjes erin doen. Waarom niet? Is toch leuk? Zo. Die weer zo. Ja, dat dus. En dat... En het is hier prachtig mooi weer, enkel het waait hard. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? In Den Helder is het op dit moment 8 graden. Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur 4 graden. 8 graden en de gevoelstemperatuur is 4 graden, dus ja. Wel koud. Hey, ik zie wat op het stoeltje leggen, dat lag er net niet. Dat komt daar weer vanaf. Ja, het zal niet zo wezen. Dus ja, we gaan ervan genieten. En ja, ik weet niet wat er verder de dag ons gaat brengen. Want ik heb wel goede kleding aan, maar ik had er gewoon zin in. Maar het kan best wezen dat ik halverwege de middag zeg van ik trek het weer uit. Want ik wil mijn haar nog ook gaan doen, maar... Moet ik me wel goed voelen, helemaal. Ook dat ik niet naar de wc hoef te rennen. Hè, dat kan ik er niet tussendoor gebruiken. Maar ja, dat merken we dan wel. Elwing, mag ik er even bij, want ik zie wat leg op het stoeltje. En dan komt die spiegel af. Dat is een andere blad. Nou. Oh, dat komt hier al uit het tasje. Ja, moet daar blijven, in blijven. Zo. Ja, nee, er lag een zijde bloemetje op het stoeltje wat naast het kastje staat. En ik kwam erachter waar dat vandaan kwam. Dus ja, daar heb ik het weer in gedaan. Wat is dat allemaal?
te slobberen. En ja, er zwerven weer van die hele kleine vliegjes. En dan kan ik niks aan doen, want dan komt van het pannenkoekplant af. Ja. Ik vind het ook niet leuk, maar het is niet anders. Nee. En het is niet die pannenkoekplant die daar staat. Die ziet er ook niet uit. Die is ook zo armoedig. Die is echt armoedig. Ik snap daar niks van hoor, dat die zo eruit ziet. Maar op de vensterbank staat er nog een. Wat moet jij nou? Zie je, rijk weer of Mirek. En ik vergeet Mirek weer erbij te houden. Kijk. Van die. Daar komen de vliegjes vanaf. Ja. Nou, kijk, er komt nog een dingetje aan. Even zien. Hier komt er nog eentje uit. Leuk is dat, hè. En wat moet jij? Wat moet jij? We gaan lopen. We gaan lopen. We gaan lopen. Maar ik neem jullie nog niet mee. Ja, de dames ook, maar jullie niet. Ja, ik... Is me daar te koud voor. Ik loop nog met handschoenen aan en die gaat wel mee. Want ja, stel je voor dat er wat gebeurt. Maar als ik al wat zie en ik kan alsnog even een filmpje vastleggen, dan kan ik het altijd met die doen. Maar ja, ook dat doe ik bijna niet. Want ja... Ik heb artrose, dat weten jullie, en dan zonder handschoenen, dat wordt het hem niet. Dus die klok is achter, het is 12:07. Ik ga me klaarmaken om met de meisjes te lopen. En om 1:00 staat Erwin voor mijn deur, dus ja, ik moet even opschieten, hè. Want ik loop wel een dikke 20 minuten met ze. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag, doe het met een lach en geniet ook een beetje met ons mee. Want doe je mij een heleboel plezier mee. Dus ik zou zeggen, tot later. Hoe lief is dat? Ja, jullie horen de stofzuiger, er wordt weer druk gezogen hier aan deze kant. Maar deze twee die liggen zo lief. Hé, ja nou. Wat liggen jullie zo lief? Ja. En dan gaat de stofzuiger onder de wang door. Ja, echt waar. En dan gaat een been ervoor langs. Kijk, je gaat een toet daar onder de kachel. Moet je daar kijken. Moet je echt een keer langer te gaan. Dan zie je het. Zo. Komt van die muren af, lijkt het wel. Leg nog veel meer. Ja, het beton. En daar hebben we de stofzuiger. Dus ja, dat is. Dus lekker bezig. Ja, ja. Enkel te, ja. Dat moet ik zelf nog doen. Maar ik ben ook zo moe. Want ja, jullie weten het, niet slapen en dan blijf je wel moe. Dus ja, dat dus. Maar die zijn zo lief. Wat doe je dan? Nee, ik zie je ook nou weer. Godje. Godje. Zo, lieve vrienden, ja, het werk zit weer op. Kaden die is weer weg. Dus dat is allemaal weer goed gekomen. Erwin die is natuurlijk geweest, ook dat is allemaal goed gekomen. Jullie hebben een stukje, een klein stukje van Kaden gezien, ja. Het ging meer om de meisjes dan om Kaden. Want die lagen er zo heerlijk bij. Nou leggen ze allebei weer op de bank. En zo heerlijk. Zo lief allemaal.
Dat is toch geweldig. Dat is toch zo mooi. Ik vind dat zo heerlijk, hè. Daar kan ik nou van genieten, echt waar. Dus ja, en ik zit nou te twijfelen, want ik ben bezig om een vlog klaar te zetten dat ik ermee kan beginnen. Ik moet nog wat boodschappen doen, zoals zeepmiddel om mijn was te wassen. Moet ik halen en ik wil mijn haar eigenlijk doen en ik ben back af. Ik weet het allemaal niet. Dus dat is bij mij momenteel aan het twijfelen van wat moet ik. Thuis blijven en niks doen, ja, met die vlog bezig en of eventjes weer naar de VOMAR toe. Ik weet het even niet. Nee, ik ben echt zo brak. Ja, weer niet geslapen en dan is het dik 6 uur geweest en dan val je in slaap. Maar dan moet je er wel weer bij tijds eruit omdat je weer Erwin krijgt en Kaden krijgt. Maar voor die tijd moet ik wel de meisjes uitgelaten hebben, ja. Dus ja, ik weet het even niet. Maar het komt allemaal wel goed. Ja, we hebben nog een dag te gaan en dan donderdag komt Kaden weer. Maar ja, we gaan het op een gegeven moment eventjes anders regelen. En dat kan eventjes nog niet, maar na de 22e kan het wel. Dus ja, dat is afwachten. Eventjes nog. En ik ga eventjes, ja. Ik ga in ieder geval beginnen om die vlog klaar te zetten dat ik beginnen kan. En daarna zie ik wel wat ik ga doen. Of mijn eigen omkleden en mijn haar doe. Of naar de VOMAR toe ga. En dat ik morgen mijn haar doe. Kan ook. Ja. Dus we wachten het af wat ik wil. Wat ik ga doen. Voor jullie wens ik natuurlijk een hele fijne namiddag. En geniet ervan. Het is hier, daarnet kwam er een schip met zure appelen aan, zei ik al. Maar daar kwam niks uit. Het is wel een beetje bewolkt, maar dat trekt weer weg. En de rest is blauwe lucht. Dus ja, wat willen we nog meer? Ja, daar geniet ik van. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik ben thuis gebleven. Ja, ik heb ook. Ja, ik ben naar boven gegaan om de wasdroger aan te doen. Dat heb ik gedaan. En ik heb de keuken schoongemaakt. Ja, ook dat heb ik gedaan. Zeker weten. Wat het wil zien. Oh, ik zit even vast. Ja. Alice is weer blinkend schoon. Ja, de pannenlap heb ik toch straks nodig. Wat was het draait. Dus ja. Ben er weer blij mee. Huisje is weer schoon beneden. En dan donderdag boven de boel weer doen. Hé, dames van het goede leven? Wordt het weer donker, hè? Ja. Wat wordt het weer donker, hè, meisjes? Ja, hè? Ja, kindjes van vrouwtje. Ja. Dus ja, dat dus. Dat, ik ben bezig met een vlog. Ja. En er zit één foto tussen waar tekst en uitleg bij staat. Dus dat kunnen jullie dan eventjes zien. Anders weten jullie geen toe te zeggen blijven van hé. Ja, s'avonds als ik thuis ben vertel ik het ook nog een keer. Maar het is ook wel fijn als je dan, terwijl hij dat doet, dat je dan ook nog weet wat waarom we daar waren. Ja. Dan begrijp je het een beetje beter, gelijk meteen al, ja. Dus ja, dat dus. En ik ben, waar ben ik gebleven? Ik ben naar boven toe. Daar, dan moet ik die nog doen. En die, en ja, ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5 filmpjes te gaan. Dus, dan is die vlog. Nou ja, vlog is dan nog niet klaar, want dan ben je nog lang niet klaar. Nee, je moet nog knippen, ja, en dan moet je het bij elkaar zetten, nee, tegen elkaar aan. En dan moet je nog switchen ertussen doen. Oh ja, dan nog een gedicht moet ik erbij hebben. En dan moet ik muziek hebben.
Dus ja. Maar het komt allemaal goed. Ja, dus we gaan gewoon verder. Met vol goede moed. Ik heb koude handen. Ik heb ook trouwens een beetje pijn. Waar ik daar, hoe ik dat heb, weet ik niet. Maar ja, ik heb artrose, dus het doet wel vaker pijn. Maar het is nou op een plekje waar ik nooit pijn heb. Komt ook wel weer goed. En anders maar niet. Ja, heb ik pech. Miauw. Oh. 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 Wat is het dan? Wat is het dan? Ja? 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 Oh, is het zo? Oh ja, nou je hebt groot gelijk, man. Ja? Ja, je hebt groot gelijk. Hé, kereltje? Ja? Hm? Nee, je komt nou niet op me. Ik heb mijn lange jurk aan en ik moet eerst dan wat anders op mijn schoot hebben. Voordat jij op me komt. Nou, en ik dacht met de kriebel, ook dat nog eens een keer. Hoe is het met je eten? Zullen we even kijken? Even kijken in je bakkie. Ik zie amper wat. Ja, er mag wel weer eten bij je, schat. Hé. Hey. Moet er eten bij? Ja, kind. Moet er eten bij? Ja, nou dan doen we dat toch even. Ja, dan doen we dat even, schat. Ja, dan gaan we dat toch even doen. Ja, we gaan dat even doen, dat zeg ik. Ja, dat gaan we gewoon even doen. Zo, bakkie. Hé. Hé, daar. Hoppata, die dat over maar. Goed, lekker. Ja. En wat krijg je te eten? Oepsie. Kalf. Is dat goed? Mooi. Zo. Krijgt die kalf. Ja. Kalf, ja. Zo, voilà, zo, zakkie, zo, zo. Ja. En anders gaat de bak zo stinken, hè? Ja. En dat niet alleen. Vooral wanneer het zomer is. Dan heb je kans dat je maden krijgt in je bak. Als je het in huis doet. Ja, dus even in een zakje. En die dichtknopen. Ja. Echt waar. Zo. Is dat nou weer? Zo. En een vork. Een oude vork. Zo. Hé, kereltje. Ja nou. Wat ben je toch een klein lief kereltje, hè, vrouwtje. Ja. Zo, en dan nemen we jullie ook weer mee, maar dan moet ik dat weer omdraaien, anders zie ik zelf weer niks wat ik doe. Ja, lekker eten voor jou. Ja, lekker eten voor jou. Ja, hè. Ja, ja. En zagen we dat? Nee, hè? Zien we niet.
En als ik het licht aan doe. Zo, nou wel, hè. Is het lekker, kereltje? Ja? Nee, dat is... Gaat hij er naartoe? Hé, kereltje? Eet me lekker verder, man. Ik stoor je niet, verder. Hé, dat is gemeen van vrouwtje. Ja, lekker happy doen, kind. Zo. En moeten mijn meisjes ook wat lekker? Moet je nu een strippie? Even een strippie pakken? Nou, kom daar. Hè? Kom dan. Dan gaan we jullie bus pakken. Waar zijn jullie? Kom dan. Rika. Kom dan. Kom. Even een beetje opzij. Kom maar. Kom, kom, kom dan. Wie heeft hem al? Nou, jij ook? Hallo. Dan niet. Hoe is deze? Die? Kom daar. Dit is een ander. Kom maar. Die? Hallo. Ik kon net zeggen. Die wil ze wel. Gek, hè? Die wil Elwing niet. Dat noem ik stripjes. Ja, dat noem ik dus stripjes. Zo. Maar deze, die kleine dingetjes, wil ze weer wel. Dus ja, ze deugt niet. Jongen, nog aan toe. Zo. Nou ja, het zal. Er gebeuren weer gekke dingen. Ik druk per ongeluk op een knopje aan de achterkant, omdat ik dat niet zie. Ja. Zo. De bus weer dicht. Hé? Ja. Zo. En dan wordt het zometeen ook weer tijd dat ik met ze ga lopen. Dus ja, dat moet ook even gebeuren, logischerwijs. Ze hebben nou eerst even wat plekjes. Dus laat ze maar even genieten, zeg ik dan. En dan komt het allemaal wel weer goed. Even verder kampelen, zo. Dan komt het gewoon allemaal wel weer goed en dan, ja, we zien het wel. We gaan eventjes verder aan deze kant, totdat die dame daar in die mand dat kleine dingetje op heeft. Hé, dan de pollen op en dan gaan we lopen. Ik ga eerst eventjes daarmee verder. Ik zou zeggen, hoe laat leven we? 17:37, dus smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En tot later. Geniet van elkaar, met elkaar. En geniet ook een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden, ja, ik sta weer klaar om naar buiten toe te gaan. De kou in, want het is roetje koud. Het stormt, ook dat nog. Ga ik met de meisjes even nog lopen en daarna gaan we er een beetje toe. Dus wij wensen jullie allemaal stuk voor stuk een welterusten. Slaap lekker met mooie droom. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Dus ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei doei. You're so obsessed with me, with me.